Hi, ik ben Patrick van der Meer van Visual Coach. En dit is weer het manipuleren van de database met Entity Framework. Oké, wat gaan we nu doen? We gaan een tabel invoegen, we zijn klaar met het seeden. We gaan kijken naar simpele conventions voor tabellen. We gaan het hebben over configuratie met data annotatie. En we gaan natuurlijk proberen webpagina's toe te voegen en een controle toe te voegen. Om met de nieuwe tabel te kunnen werken en wat data in en uit te kunnen trekken. Oké, hoe beginnen we daarmee? Nou, we beginnen eigenlijk met de models. We moeten een nieuw model maken. We zullen de rest even dicht klikken. En dat model add, omdat we natuurlijk altijd met sportsoftware bezig zijn, we zullen het noemen een sessie. Het kan een trainingssessie zijn of een periode of iets dergelijks. Een sessie. Nou, weet je wat? Dus, ja, ik vind het een mooie naam, sessie. Dat is gewoon een klas. En in die sessie, omdat hij gaat dienen over de basis van een tabel, heeft hij nodig een property met een ID. En een property met een name. Een sessie name maak maar van. En daar zou je nog wat anders bij kunnen. We houden het heel kort met gewoon dit alleen en we breiden het later nog eens een keertje uit. Oké, dan eerst hebben we het over conventies. Een conventie zijn ongeschreven regels waarmee Entity Framework kan bepalen wat voor soort veld er moet worden aangemaakt. In dit geval de eerste conventie die we tegenkomen en die voor ons belangrijk is, is de conventie met de letters ID aan het einde. In dit geval, als er niks voor staat, is ID is direct al het einde. Daarvan maakt hij altijd een key. Oké, dat is mooi. Als ik er sessie word ik, wat iets makkelijker later leesbaar is, dat ik weet welke ID het over gaat, dan snapt u dat nog steeds. De conventie is, eindigt het op ID, dan maak ik een keyveld van. Oké, prachtig. Nou, daarmee hebben we dit eigenlijk dit stukje wel gedaan. Een andere conventie. Nee, niet een andere conventie. Als we het hebben over data annotaties, dan kan je bijvoorbeeld zeggen, nou ja, zo'n sessienaam die mag niet korter zijn dan een bepaalde lengte. Oké. Dat kan je normaal in de database niet kwijt. Je kan eigenlijk niet zeggen van een string mag maar minimaal zo lang. Je kan alleen maar zeggen wat die maximaal mag zijn. String, length. String length. De maximale string length. We zullen eerst even, voordat we het gaan doen, dit even resolven. Ctrl punt. Data annotaties toevoegen aan dit dingetje. Nou zie je dat die ook herkend wordt. Nou kan je ook een maximale lengte vinden. Maximale lengte mag zijn, weet je wat, 30 tekens, 40 tekens, 40 tekens. De minimale lengte. Ook al wordt dat niet meegenomen in de database, want die minimale lengte die mag gewoon 0 zijn bij een string. Dit gaat over een string, die is nullable. Die wil ik minimaal 5 hebben. Oké. En als die daar niet aan voldoet, dan wil ik graag een error message hebben in de webpagina. Minimaal 5 tekens maximaal 6 tekens. Leuk een beetje menselijk taal aan. Oeps. Gebruik. Minimaal, we zullen het nog kleiner maken. Minimaal 5 tekens en maximaal 6 tekens. Zo, iets leesbaarder. Dus de fout met die aankomt als je. Oké, zullen we 40 van maken? Sorry. Dit is een data annotatie en ook die helpt mee. In dit geval voor de database zal die zeggen van joh, de maximale lengte is 40 karakters. Oké. Dan zal hij waarschijnlijk een ander aantal karakters nemen. Dus er zijn natuurlijk een aantal sprongen. Maar ook als hij dadelijk de webpagina's maakt via een controller, dan gaat hij al informatie terugkoppelen naar de gebruiker toe. Oké, nou, mooi. Beeld. Dit is nodig, het beeld.
Want we gaan nu een controller maken. En die controller die gaat natuurlijk in het mapje met controllers. En add hierboven in het menu controller. En dat, als we kiezen voor de MVC 5, misschien heb je al een 6 of een 7. En je zegt using Entity Framework, dan gaat hij met Entity Framework die controle al helemaal maken met alle vaste CRUD opdrachten erin. Nou, daarvoor hoef je alleen maar te kiezen de klas die je gemaakt hebt. Hij kiest al, of anders highlight het lijstje, je application database context. Ik heb aangevinkt use async controller actions, prima. Hij maakt een eigen naam aan, altijd met meervoud, S. Dat kan je eventueel ergens ooit een keer in de configuratie uitzien als je dat dwars zit, maar standaard maakt hij meervoud van. En wij doen add. Hij maakt de controller, hij maakt de bijbehorende beheerpagina's en dat doet hij op basis van dit. Oké, hier is die controller. Database context, application database context, DB. Voor deze controller. De index die wordt teruggegeven als een lijst. Daar gebruikt hij deze view en daar stopt hij dan deze data in uit de database. En zo kan je dat door allemaal heen bladeren. Dat zal ik nu niet doen, dat is niet helemaal wat we met de entity alleen maar doen. Zullen we wel even zien wat het effect is. Als je naar asp.net gaat, vind je hartstikke veel gave leuke cursussen om met de MVC te werken. Oké, ja, die kunnen we sluiten. En we kijken nog eventjes wat hij dan nog meer aangemaakt heeft. Nou, in de Views folder, daar heeft hij een mapje aangemaakt. Met sessies, create, delete. En alles is daar helemaal aanwezig. Inclusief teruggeven van de foutmelding als het nodig is. We gaan hem nog niet starten. Want ons database model is natuurlijk nog niet aangepast. Dus even kijken, close the connection. En als ik nou weer refresh, dan zie je dat hij nog steeds in dezelfde status als altijd. Die tabel met sessies is nog niet toegevoegd. Daarvoor zullen we nu een migration moeten toevoegen. Dus we doen add migration, dat is een bekend commando. Sessie. En als we nu kijken naar het mapje met de migrations, dan is er een sessie migration bijgekomen. Om die uit te voeren hadden we een ander commando, dat was update. Dan kijkt hij gewoon van welke migratie is nog niet uitgevoerd. Voert hij die uit. En daar is die. Even kijken. Verversen. Sessietabel aangemaakt. Nou, een wat nu nog moet hebben is in zo'n webpagina dat we er ook bij kunnen komen zodat we een nieuwe sessie kunnen creëren, een lijst van quests kunnen zien, editen of de details bekijken. Nou, dat zit allemaal natuurlijk in deze pagina's. Maar dat kun je bereiken. Ja, handmatig iets intikken in de bar van de browser. Nee hoor, dat doen we natuurlijk niet. We passen gewoon onze layout aan. En we gaan maar gelijk full erin. We nemen gewoon zo'n eerste regeltje. Dit is een menuoptie. En we zeggen van, dat is de menuoptie sessies. Daar willen we de indexpagina van hebben. Op die sessie link klikken. Dit is onze link. Dit is de indexpagina en hier moet hij de naam hebben van de controller. Nou, heet die controller heet sessies controller, maar wij kunnen volstaan met sessies en dat controller verzint hij er helemaal zelf bij. Nou, dat lijkt ook nog allemaal aardig goed. Moeten we hier nog een aanpassing maken? Ja, ik zou het leuk vinden als dit alleen maar zichtbaar is voor mensen die geautoriseerd zijn. Oké. Dat kan ik op twee manieren oplossen. Eigenlijk dat moet ik zeker oplossen in de controller. Dus in de controller, daar ga ik het hebben over. Even kijken, mijn controller hier. Daar ga ik het hebben over dat de hele controller beschermd moet zijn.
Authorize. Dus alleen als je ingelogd bent, kan je dit zien. Of kan je toegang toe krijgen. Je kan het wel daarvoor al zien. Maar stel dat je daar ook nog niet wil zien, dan kan je ook in die webpagina zelf nog wat wijzigen. Dus dat was in die layout hier. En daar heb ik een snippet voor. Dus die plakken we eventjes hiervoor. Dus Razor Syntax. Haakje openen. Nou, ik zal eventjes die weghalen. En natuurlijk weer een haakje sluiten. Dus nu alleen als die de user identity is authenticated. Dat geldt dus voor iedereen die ingelogd is. Dan pas krijg je die link te zien. Oké. Nou, laten we het maar eens gewoon gaan proberen. De webpagina wordt geopend. Je ziet dat het menu hier ongewijzigd is. Als ik inlog. Ik zal het meer met Jan doen. Die gebruiker die we later aangemaakt hebben. Dus die heeft nog geen rol. Die is alleen maar gewoon geautoriseerd om het systeem te gebruiken door middel dat hij inlogt. Dan plots verschijnt hier de sessie. Daar kan ik op klikken. Dan krijg ik de sessie indexpagina. Die is nog helemaal leeg. Dus ik creëer een nieuwe sessie. Dat doe ik maar met 3 letters. Dan zou ik een fout moeten krijgen. Ja, oeps, gebruik minimaal 5 tekens en maximaal 40. Oké, dus dan ga ik nu natuurlijk expres te veel doen. Zo, ik heb het tijdje aangehouden. Create. Dan krijg ik ook die foutmelding. Dus Ctrl-A, alles wissen. Les 1 van 8. Dat zit ergens tussen die 5 karakters en die 40 karakters in. Create. En hij creëert inderdaad keurig een sessie. Waarvan ik de details kan zien. Waar ik eventueel tekst kan editen. Zo simpel was dat om een tabel bij te voegen. Iets te leren over data-annotaties. Iets te leren over conventies. En uiteindelijk webpagina's gewoon in je site toe te voegen. Nou, dan gaan we het nog hebben over wat complexere relaties in de volgende video. Bedankt voor het kijken.